Beste mensen van NL Game Minecraft, welkom bij een nieuwe Community Craft video alweer. Tof dat jullie allemaal massaal kijken, comments achterlaten en liken, daar doen we het voor. Ja. Zeker weten. Ik voel echt community gevoel. En ik vond de comments ook tof. Vond jij dat ook? Ja. Inderdaad. Ik heb ze allemaal gelezen. Inderdaad. Ik kan er nu een paar oplezen. Jamal is echt knap. Jamal is echt awesome. Mike is echt een mooi boy. Dat waren comments. Oké, wat gaan we doen deze aflevering? Ik ga mijn huis afmaken. ik ga octopussen. Ik ga inktvissen doden. Nou, dat is netteloos, Mike. Nee, want maar kijk, kunnen we zwarte ramen nee, maar maken. Kom even kijken aan deze kant, want hier zie je een trap staan. Nee, kom hier naar beneden. Ik heb een uitzicht gemaakt. Oh, je moet me echt helpen met de trap, Mike. Kijk hier. Wow. Nee, maar dit pas is... op. Nee, maar dit is... En aan deze kant ook. Mike, ga hier staan dan. Kijk, je ziet hier niks. Van die kant. Mike, als je... een trap. Ik zag het begin van Mike, de trap. Mike, als je daar nou kijkt... Nee, je gaat me duwen! Yes, je bent dood! Raak zal niet zoet zijn. Zuur. Nee! Oh, nu ben ik echt ongelukkig. Ik ga niet meer bij jou wonen, ik ga verhuizen. En ik ga jouw huis afbreken. Ik was gewoon niet blij met het eind. Wij worden vijanden. Ben je wel weer in je bed? Nee, ik ben weer helemaal weg. Nee, serieus? Oh, je... Oh! Nee, nee! Weg! Dit is ik ga eens mijn spullen pakken. Dit is geen community gevoel, Mike. Dat je me achterna komt. Oh, ik heb gelijk een mooie bloem gevonden. Nee. Oh, ik zie ook daar een mooie bloem. En een mooie bloem. Oh, wauw. Ik heb geen trappen meer. Mike, ik heb geen trappen meer. Hoe je nu? 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 Dom. Oké, ik ga hier gewoon heel vet bouwen. Zo naar boven. Ik heb scheid aan die trap. Oh, ik heb kool gevonden. Jee, eindelijk heb je iets nuttigs gedaan. Echt. Toch? Want dat is jouw taak, jouw echte taak. Een koolman. Ja. Michael Koolman. Wat? Zo. Ik maak er gewoon een bruggetje van. Zo. Het wordt echt... Het is geen trap meer geworden, maar het is een ladder geworden, wordt het uiteindelijk. Jezus. Ja, heel skeer. Jezus. Van, soort van, ja, ik ben bezig en ik heb het opgegeven. Ja. Dat is alles ongeveer in jouw leven, toch? Klopt. Oh, wat lullig, man. Ik geef NLG nooit op. Oké? Okay? Ben ik wel weer blij om dat te horen. Ja. Ik geef jou ook nooit op, Mike. Eeuw. Dat klinkt echt heel gay. Klinkt echt heel erg schermal. Kijk hier dan. Oh, als tovenaar Dennis hier was, dan had hij mij kunnen helpen. Hier een springplank. Ja, echt hoor. Deze wereld is echt raar. Heel raar. Dit is net alsof je in een lucide droom terecht bent gekomen. Ja, met je lucide elke keer. Ja, ik vind het fantastisch. Mike... Het is nog steeds niet gelukt, hè? Nee, mij is het nog steeds niet gelukt. Maar jou wel, zei je. Bijna elke avond lukt het me wel. Hoe dan? Hoe doe je dat? Vertel, hoe heb jij die droom? Ja, ik weet niet. Je moet een soort van in slaap vallen, ja. Maar bewust. Heel raar. Ja, hoe doe jij dat dan? Jij gaat gewoon recht liggen en je beweegt niks. Nee, ik kan wel bewegen. Oh, wat dom. Het lukt het me. Ik heb nu natuurlijk dat omhoog gebouwd, maar ik heb nog geen ladders. Dus ik moet wel naar beneden kunnen. Maar ik kan hier springen. Dat is mooi. Gewoon dood. Maar Mike, ik denk ook dat jij gewoon... Ik droom ook minder dan jou, hè. Ik ben een heel erg creatief persoon, ja. Dus... Nou, hoezo? Ik ben niet creatief. Nou, jij bent creatief met andere dingen dan mij. Oh nee, dit ga ik... Oh, ik red het wel. Ja, yeah, ik dacht, ik spring het water in, maar ik dacht dat ik ging missen. Ik denk dat dat wij gewoon verschillende dingen hebben waar we creatief in zijn. Dat jij meer het standaard. Ik heb meer fantasie, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat ik meer fantasie heb. Dat is niet waar. Dat denk ik niet. Want ik. Want ik heb echt geen fantasie. Ik verzin ook de verhaallijn voor die nieuwe. Helemaal. Gast, dat komt allemaal van mij, dude. Ik heb alles verzonnen. Dat komt ook. Nee, niet alles. Maar ik heb gewoon wel de verhaallijn verzonnen. Nee, maar ik heb de vormgeving gedaan. Dat is heel erg creatief van dat mij. Precies, maar dat is het verschil tussen ons. Dat we dat... Fuck it.
Oké, ik moet hout hebben. Oh nee, ik heb geen schep meer. Maar mensen, laat even weten als jullie lucid dromen. Mike lucid droomt. Moet ik je opzoeken in een lucide droom? Ja, dat zal wel episch zijn als ik gewoon jou naar jou toe kom in mijn lucide droom. En dat we ook beide hetzelfde dromen dan. Ja. En dan ga ik jou pesten. Waarom? Oh, dan zou ik sowieso dromen dat er ineens een tovenaar Dennis kwam op de wereld. Oh mijn god, ik heb klei gevonden. Jee, klei. Wat moet je met klei? Met klei kun je eigenlijk helemaal niks. Kleien. Kleien. Jee, ik heb hout. Dat is goed bij mij. Ja, dat merk ik aan jou, Mike. Oké? Ja. Oké. Nou, deze boom ga ik gewoon laten staan. Deze boom. Oh, nee, natuurlijk. Want ik heb nog meer klei gevonden. Ik vind het zo vervelend dat er zo verschillende bomen zijn. Ik ga hem droppen hier in deze chest. Ik ben echt de meester van de klei. Dit is een donatie. Dit is mijn eerste. Water. Ink. Mike, wat heb je in de vorige aflevering aan het einde gegeten? Meloen. Iedereen was op meloen als avondeten? Oh, ik dacht in het spel. Oh. Ik heb spinazie gegeten. Alleen spinazie. En aardappel. Ik heb heel erg Nederlands gegeten. Ja, inderdaad. Normaal eet je niet. Normaal maak ik zelf mee eten. En deze keer heb ik daar geen. Nice. Serieus? Oké. Jij denkt van, ja, ik wil geen eten, geen Nederlands eten, dan maak ik maar zelf. Ah. Oh, wat lullig. Jee, ik heb weer boom. Ik heb inktvis. Oh, wel de verkeerde boom. Wat heb je nou aan een inktvis? Oh nee, ik ga verdrinken. Om de ramen te kleuren. Nee. Ja, om de ramen zwart te kleuren. Wow. Ik weet niet hoe het werkt. Ik wil achterkomen. Het is nieuw. Bomen hakken is zo fijn. Of mijn beeldscherm staat gewoon heel... Ja? Maar ik doe iets met een beeldscherm. Jee, oké, ik ga van deze bomen even hakken. En ga ik daarna... ga ik weer verder met mijn ladder systeem. Eigenlijk is het echt heel onhandig en lelijk op deze manier. Maar... toch, Mike? Ja, ik heb nu 11 inktzakken. In Nederlands klinkt sowieso Minecraft zo slecht. Dan heb ik het ook niet in Engels of Nederlands gezet. Ja. Ik ben nu wel een beetje verdwaald. Probleem? Oh, jee. Nee, ik ben heel goed... ik kan me heel goed oriënteren altijd, dus ik weet precies waar ik heen moet. Oh damn, mijn hakbijl is weer weg. Dat is denk ik mijn kunst. Oh, ik kan er een maken. Ik heb een hakbijl gemaakt. Ik voel me ik heb sandstone happy. Gevonden. Ik voel me zo blij, want mijn happy meal, die maakt me weer blij. Weer kool gevonden, jee, ik ben echt goed, ik ben echt een koolmeester. Oh, wat heb je nou aan kool voor de rest? Oh, ik heb een zwaard gemaakt. Dat moest helemaal. Poortjes en je kan dingen smelten. Wow. Ik ging bijna dood. Hier is een afgang. Hier is gewoon recht in het lava zou ik vallen. Die heb ik voor jou gemaakt, die afgang. Zo. Want ik heb mijn gevonden. Ik doe er alles voor om jou dood te maken. Nou, als je zwaarden nodig hebt, je kunt bij mij vragen in ieder geval. Heel niveau spanning. Ja, hè? De spanning zit in je stem als je, op zo'n moment. Als je ziet wat ik zie, dan word je echt bang. Oh crap. Beetje naar binnen. Nee, ik ga er weer uit. Oh, ik moet trouwens eten, zeg. Daar moeten we trouwens ook wel aan zorgen, dat we gewoon eten hebben op een gegeven moment. Ja, daarom heb ik heel veel brood bij me. Ik denk dat we koeien om... Nou, kunnen we koeien naar onze berg? Koeien? Nee, dat kan gewoon niet. Moeten we kippen? We moeten even eieren en zo. Dan kunnen we kippen gaan gooien. Of we maken gewoon een gang naar iemand die kippen verkoopt. Ja. Dat zou ook handig zijn, hè? Jij maken, vind ik. Hm? Jij moet gangen maken. Ja? Dat we gewoon een... we onze berg gewoon gebruiken door allemaal gangen en ik ga allemaal verschillende personen. Dat zou Ik ga terug. Ik ga proberen... Wow, die berg is echt hoog. Proberen terug te gaan. Ja, wat nou als we gewoon gangen maken met toestemming van die mensen en dan hebben we gewoon de sign erbij naar wie het gaat en dan kunnen we gewoon heel makkelijk naar mensen toe gaan.
Oh, dat zou vet zijn. Dan gaan we dat misschien de volgende aflevering vragen of iemand geïnteresseerd is in zo'n deal. Ja, een deal. Een dealtje sluiten, wij zijn gewoon dealers. Ja, echt hè. Dat wij een soort van empire gewoon opbouwen, gewoon. Wij zijn een soort van maffia. Stiekem, ja, maffia. En de underground. We doen alles om zelf beter te voelen. te worden. Nee, mijn pickaxe is kapot. Oh jee. Beren. Ik ga dus ook gewoon lekker bomen planten voor ons huis. Oh, hier was ik vorige keer toen ik dood was gegaan. Toen ik aan het begin startte of zoiets. Ja? Jezus, dan ben je echt ver, of niet dan? Nee, valt wel mee. Dat betekent dat ik er dus net wel echt bijna was. Oh. Ik heb 14 zeppelings inmiddels. Wow, zeppeling. Zeppelings! Ja, ik ga vliegen! Oh, waarom staat hij in een chat? Oké, ik ga weer terug. Hoe maak je ladders? Serieus, ik heb geen idee. Stokjes. Oh nee, een witch! Oh, zijn die gevaarlijk? Ja, die zijn echt sterk, Mike. Oh, nu moet ik echt rennen voor mijn leven, want ik wil niet dood. Die wil je echt niet tegen. Wow, ze gooit dingen. Nee, skeleton. Ja, oh, crap, dan gaat het helemaal verkeerd als ze ding gooit. Ik kan niet rennen. Oh. Zo. Oh, mijn muziek. Jee. Oh, een creeper. Oh, zombies. Jezus. Ik hoop niet dat ze macht aan het zitten is. Oh. Spinnen zitten ook achter me aan. Waarom zitten er zoveel mobs hier? Dit moeten we echt allemaal trouwens met toortjes heel dit vallei gaan. Wanneer zullen we dat straks al? Ik heb iron gevonden. Dat we alles gewoon even vol met toortjes zetten. Want... Maar jij hebt de kool en jij kan die toortjes maken. Maar dan moet ik niet doodgaan. Nee. Ronald is alweer dood trouwens. Auw. Oké. Ik moet ladders maken. Ik moet eten, maar ik kan niet stilstaan. Hoezo kan je niet stilstaan? Dan word ik geraakt door van alles wat achteraan... Hoe maak je een ladder, Mike? Met stokjes. Ja, maar ik heb stokjes nu, maar welke volgorde? Gewoon in de vorm van een ladder. De vorm van een ladder, oké. Ik kan weer rennen. Help. Wat is de vorm van een ladder? Wat is de vorm van een ladder, Mike? Voor mij moet je drie, zo links drie van boven naar beneden zetten. Ja? En rechts ook drie van boven naar beneden en eentje in het midden. Oh ja. Serieus, heb ik gelijk? Ja, je hebt gelijk. Oh, ik ben echt je bent zo een geweldig persoon. Je bent zo goed in Minecraft. Ik ben echt geen... Ik zou dat echt geen. Jee, ik heb ladder. Oh, de zombie zit er in mijn huis. Dood! Mike, jij laat gewoon zombies toe in ons huis. Twee varkjes dood. Worden die dan zombies? Jee. Ik ben er bijna. Ik ben bijna terug. Ik zie daar echt een mooi rond huis staan. Echt niet die van mij. Is dat mijn huis? Eigenlijk is het ook mijn huis. Dus als iemand hier zegt van, oh, wat een mooi huis. Dan zeg ik, ja, die heb ik gemaakt. Want jij bent gewoon mijn helpje. Mijn helpje. Wow, waar ben ik? Oh nee, ik hoor een spin. Oh nee, dit is afgrond. Ah, ik ben zo bang. Ik zou zo bang zijn. Jezus, ik kom... Zo... Ah. Ben je dood? Ja, in mijn eigen huis. En nu span ik er ook weer. Op dezelfde plek. Dan ben jij altijd dood aan het gaan. Omdat ik ben geen ik. Er zitten allemaal zombies gewoon hier om ons huis heen. Ik dit moet gewoon die deuren dicht. Oh nee. Spin. Ik viel bijna dood, Jamal. Dan had ik jou uitgelachen. Ik moet me even oriënteren, want ik weet niet. Zo. Ja, ik heb een stack ladders nu, dat zal wel genoeg zijn. Waar is dit dan? Waar ben ik? Het is ook niet handig dat je 90 torches neergezet hebt. Zo. Pin is weer terug. Jee. Ik ga Pin de ladders vermoord. Laten. Wauw, we hebben best wel veel al gedaan in deze aflevering, hoor. Dat vind ik wel. Ik ben meer aan het overleven nu. Ja, precies. Niet doodgaan anders. Wow! Ja, wow. Nee hoor. Doe maar lekker weer. Lekker vallen, Jamal. Goed zo. Ben je dood? Nee, ik heb nog twee hartjes. Help, ik ben echt... Oh, wat hoor ik nou weer? Weer een geluid. Ik ben echt niet goed bezig. Nee, ik ook niet hoor.
Wauw, dit is echt een spanning, zit ik gewoon. Ik ook, man. Ik weet niet hoe ik weer terug ga komen. Wat ben jij dan? En hier heel veel mobs ook weer. Ja, die mobs die zijn echt zo vervelend. Ik vind dat echt geen leuke mob. Die was zo goed, man. Oh nee, een creeper. Help. En voor je leven. Ik ben ladders aan het plaatsen. Maar ik snap niet waar ik ben, want hier is een huis. En opeens... Moet ik je zo de coördinaat geven of zo? Maar... Ik kan nu niet kijken, daar heb ik geen tijd voor. Oh, ik zie nog iets. Oh nee, een Enderman. Wat jammer dat ik die beelden van mij niet zie. Oké, de ladders zijn geplaatst. Dit is echt spanning en sensatie bij mij. Ja. Oh, ik heb hier staat een craft table. Table crafter. Ben je niet gewoon bij dat roze schapen gedoe? Nee, ben ik nu ongeveer in de buurt. Ai. Oh. Ik sta nu weer gewoon bij... Weet je wat? We kunnen ook gewoon dat uitzicht plaatsen. Kunnen we gewoon ramen inzetten. Ja. Alleen ik heb niet genoeg ramen. Daar zijn ook weer dingen. Ik ga gewoon één ramen halen bij dat ding daar. Dus ja, ik heb heel veel zand, dus ik kan heel veel ramen maken, maar... Oké, nou ja, dan vullen we die gewoon weer aan als het... Me jumpel. Ik hoop dat ik in de buurt... Even kijken. Lopen. Staat hier nog ramen... Oh, glass is dat. Ah, dat is ook wel goed. Dan neem ik gewoon 4 daarvan mee. Wow, hier is heel veel lava. Eng. Wow, Mike, je maakt het veel te spannend, terwijl niemand kan kijken waar je bent. Ik denk dat je meer in de buurt moet gaan blijven. Oké, ik ga... Wow, ik ben nu... Maar is het hier zo? Ik weet al denk ik waar ik heen moet. Beetje in de war geworden. Misschien kunnen we beter voortaan gewoon bij elkaar blijven. Ja. Dat is fijn. Ik denk dat ik in deze berg... Wacht, hier is het een heel mooi uitzicht naar een wat? Oh, dat is van... van wie ook weer? Wow, ik word neergeschoten. Hop. Van dat persoon. Van die ene die helemaal boven woont en wat je met een waterval. Oh, dat was Joris volgens mij. Ik weet niet meer wie het was. Volgens mij was het van Joris, ja. Maar is dat in de buurt? Nou, daar naartoe. Dan moet je heel die stad doorlopen, maar dat kan. Ik weet nu waar ik zit. Ik weet waar ik ben. Komt helemaal goed. Ik ben veel te ver weggegaan. Het komt helemaal goed. Komt helemaal goed. Oké, nou, als het weer licht is, dan ga ik bomen planten daar. Het wordt licht. Ja, het wordt licht. Oh, een zonnebloem. Oh mijn god, het is zo mooi. Ik wil het. Waarom ga ik überhaupt nog hier kijken? Ik kan gewoon hier langs. Ja, een creeper die wil mij pakken. Ah, hij valt naar beneden. Wat een sukkel. Waarom scheld jij hem uit? Waarom praten wij als team om? Ja, echt hoor. Tegenwoordig kan ik niet meer Minecraft spelen zonder het als team. Oh, ik zie een huisje. Oh, ik voel wow, me zo... Nee! Oh! Oh! Ik ben nee, dood, ik plus je huisje is helemaal ontploft. Oh, ik viel bijna tot mijn dood. Je huis is ontploft, Mike. Mijn huis? Ook, ja. Doodzak. Oh, hier, daarom ga ik niet meer bij jou wonen. Ik ga gewoon ergens anders verhuizen. Oh nee. Ja, hou. Oh. Alweer? Wat is dat dan? Ja, maar ik moet die spullen. Ah, ik zoeken. Ben er. Ben er. Jongen, alles is kapot hier. Oh. Ik moet hier oversteken, jongens. Ik kan ook niet meer naar beneden hier. Waarom ben je zo slecht? Ik weet het niet. Waarom zit jij hier zo? Ja, waarom zit ik in een community craft? Ik kan ik ben nu bij een, ik ben nu bij een brug. Oké. Okay. Hopelijk leggen hier mijn spullen nog. Ik zie daar wortels. Yay. Ik ben op het pad. Mike is op het goede pad. Ik ben op het goede pad. Hier is die trap waar we een creeper tegenkwamen. Waar moet ik nu ook weer heen? Wat? Van aflevering 1 waar ik bij zat, weet je wel. Oké. Okay. Ik ben bij die oh, trap. Oh daar. Je moet gewoon... ja, omhoog? Je ziet er wel uitzicht. Je ziet dat het huisje wel vanaf daar. Je moet niet op die trap. Je moet in de bar. Ja, Mike, hier, kijk naar hier. Ik zie David daar staan op zijn huis. Zie je? Ja, je moet niet... Ik zie jou vanaf hier. Ik zie jou vanaf welke daar. Kant? Moest ik deze oh, kant wacht, op? Ik kom naar boven. Nee, ik weet alweer waar ik heen moet. Okay, moest richting dan. Die UFO, toch? Welke UFO? Nee, gast. Ben je dom of zo? Ja. Kijk, die andere kant moet je op. Je moet langs dat roze gedoe naast die trap lopen. Oh ja, nu weet ik het weer. Kijk, ik zie jou daar lopen. Ik zie jou staan daarboven. Sukkel. Heel je huis jij is bent kapot. Een sukkel. Jij geeft mij dood. Oké. Okay. Jij bent echt een survival met een sukkel. Klopt. Eens kijken.
Is die al helemaal... Het lijkt net op de springplank. Ik ga via onze trap naar boven. Super lelijk. Is die af? Wat? Ja. De ladder traplift. Ik ben ladder zat. Oeh, die was goed, hè? Hallo, Jamal. Ik ben er. Ik heb zin om te klimmen, maar ik ben ladder zat. Dat bedoel ik. Hoezo is hier een gat? Ja, dat zeg ik. Er was ontplof. Mijn huis is gelukkig niet aangetast. Ontplofkip. Ah, nee, mijn huis is aangetast. Ontplofkip. Eerst al mijn spullen veilig leggen. Nee, ik ga eerst zand maken. Oké, maar het wordt al veiliger en het wordt ook mooier door dit. Kijk dan, wat mooi. Oh. Wat mooi. Ik kan nu met sandstone gaan bouwen als ik wil. Nee, dat moet je niet doen. Nee, het kan wel, ja. Jij kan wel goed in sandbone. Kijk, ons platform wordt al steeds groter. Je kan hier al lekker chill lopen. Je kan al zeggen van, ik ga hier even zitten. Ik ga even kijken naar iedereen en zo. Hè? Ja. Kijk of ik zwart glas kan maken. Ja, doe dat eens. Zo. Ik weet niet hoe dat moet. Nou, het is al moeilijker om nu te vallen. Weet je wat ik ga doen? Ik doe eerst mijn deur dicht en dan ga ik nu gewoon op internet kijken. Serieus? De schermen. Oké. Ik ga gewoon even... Omdat ik anders er toch afval. Hoe maak je ventjes? Hoezo moet ik gelijk opeens alles opzoeken voor je? Hoe maak je... Fans? Fences. De, ja, van die, linksonder twee boven elkaar zetten, stokken. Wat? Stokken? Je moet stokken, je moet gewoon zes helemaal beneden. Je moet de bovenste rij 3 openlaten en dan zes beneden liggen. Oké. Okay. Dankjewel. Durf glas maken. Oh, dat is echt moeilijk. Oh, dat vind ik niet leuk. Nee, het is makkelijk. Ik ga gekleurd glas maken. Even kijken hoor. Ik moet stokjes hebben. Stokjes? Ja, want ik ga wel overal gewoon... Oh, ik heb zwart glas. Gebruiken. Oh, ja, zwart glas? Kijk, ik ga mijn huis nu gewoon... Maar waarschijnlijk is het lelijk. Jij bent lelijk. Je mond. Volgens... Nee, nu wordt iedereen boos. Alle kijkers worden nu boos. Wat wou je zeggen? Zeg het maar. Volgens wat? Zeg het maar. Ben jij echt knap. Wat? Volgens de kijkers ben jij knap. Nee, bek. Waarom ben je zo boos? Je bent een agressief persoon. Volgens mij ben jij lelijk, Mike. We gaan hier ruzie maken. Grapje, Mike. Community full. Oké. Mooi. Ik heb gewoon hekjes hier staan. Wat is dat? Ja, goed man. Boom. Zo, nu kan je niet meer vallen. Daar ben ik blij om. Yes. Gelukkig. Yay. Hm? Cool. Wacht. Hm? Wat zei je? Wat gaan we nu maken dan? Ik heb geen idee. We moeten nog toortjes zetten en we moeten nog bomen en dingen planten. Ik heb bomen in mijn chest. Moet je even in mijn chest kijken. Ik heb allemaal mooie plantjes ook en zo. Verzameld. Oké. Boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Zo, waarom maak jij mijn huis niet trouwens? Waarom maak jij je huis niet? Omdat ik helemaal niks heb om het te maken. Mike, als jij mijn huis even maakt, dan ga ik bomen planten. Nee. Oké, dankjewel. Nou. Oké, ik ga even die techniek toepassen met 4 stuks. Zo. Mooi. 1, 2, 3, 4. Maar het moet wel gaan regenen dan. Regenen? Ja, het moet regenen, anders groeien ze niet. Oh ja. Echt niks. Allemaal niet. Wow, je hebt het echt mooi gemaakt, Jamal. Yay. Zo, nou, hier nog bomen en dan is het wel goed.
Ik ben benieuwd wanneer onze bomen klaar zijn met groen. Ik vind het wel grappig. Jij zit er echt veel langer in en mijn huis is echt veel mooier. Ja, maar ik heb nuttige dingen gedaan dan jou. Ik heb bomen nu geplant. Ik heb de trap gemaakt. Ook een trap gemaakt. Maar hij is wel echt lelijk trouwens. Als je vanaf hier kijkt, dan zie je alle... Het valt gelijk die trap op. Wat is dit dan? Mijn trappetje naar mijn huis zweeft in de lucht. Nice. Dat is dan onmogelijk weer gemaakt. Ja, dacht ik al. Okay. Ja. Jee, ik ga de trap op. Oké, nou de bomen zijn geplant. Ik heb toortjes nodig. Heb jij die ook? Ja, ga ik nu maken. Ik die pakken. En dan ga ik die planten. Ik heb hout nodig, ik heb geen hout. Er zit ook trouwens een... waar Ronald's huis was, zit nu een ding naar beneden. Ik ga dat trouwens even kijken, wat daar zit. Er zit gewoon ineens een gang naar beneden. Misschien is dat zijn mine of zo. Maar ja. Ik weet niet of dat hij daar al wat gedaan heeft. Oei. Weet je wat? Dat zien we gewoon in de volgende aflevering. Oh ja, tuurlijk. Oh yeah. Mensen, bedankt voor het kijken. Like even deze video als je het tof vindt. We kunnen echt wel wat likes halen, denk ik. En kijk ook even in de beschrijving van Mike's kanaal. En tot de volgende keer. Yeah.